Welkom bij de podcast van Lee Leadership. Wij zijn Maarten Bossers en Carolien Massa. En in deze serie spreken we met elkaar over slimme processen en sterk leiderschap. Onze eigen ervaringen, onze onwetendheid, maar ook onze nieuwsgierigheid gebruiken we als leidraad. Veel plezier met deze aflevering. Dag Maarten. Carolien. We gaan het vandaag hebben over sollicitatiegesprekken. Een serieus ja. onderwerp. Vandaag. Een serieus onderwerp, ja. En we hebben er best. Beiden, allez, ik alleszins, heb daar wel wat ervaring mee, want ik heb een bepaalde periode van mijn carrière... Veel, veel gesolliciteerd? Ge ja, ja, of ja, veel sollicitatiegesprekken ja, afgenomen? Nee, nee, veel gesolliciteerd. Ja. Bewust, ik deed dat ook heel graag. Ja. Ik vond dat heel fijn om te doen. <laughs> maar ik, ik zat toen ook, ik werkte toen als uitzendkracht, dus ja. daar spreek ik nu over. Meer dan dertig jaar geleden. Echt heel begin. Hè. Ik, wou niet geen, ik wou geen vaste job. Hm. En ik werkte als uitzendkracht. En dat betekent dat ik heel vaak mocht gaan solliciteren. Ik vond dat altijd superleuk. Ja. Ik, ja, ik was altijd benieuwd ook waar ga ik terecht En, en ik had zoiets. van, ja, en als het mij niet aanstaat, ja, ik ga niet hè. Ik hoef daar niet te gaan werken. Hè. Hm. Ja, dat is Dan zet je ook doen. op je sterkste als je het niet is. Ja, doet, ik had, ja, ik had, ik deed dat gewoon echt graag. Hm. Maar ik weet niet of dat voor de meeste mensen geldt. Ik denk dat niet. Denk Ik denk dat niet. ook niet, hè? Ik solliciteerde ook wel heel graag. Ja, kijk, ja. je hebt mij dat ook al eens verteld. Ja. Waarom vond jij dat zo leuk? Ja, omdat je altijd ook wel een stukje ja. van jezelf leert in zo'n gesprek. Ja. Mm -hmm. Omdat hetgeen waar je naar op zoek zijt, want je zit zelf als sollicitant natuurlijk naar iets op zoek, dat je dat tijdens een sollicitatiegesprek toch altijd, in mijn geval, dan meer vorm kunt geven door ja. daar met iemand over te spreken. Ja, meer structuur. Ja, <laughs> meer structuur meer. Maar, goed, beter kunt maken. maar we gaan het vandaag wel hebben, niet over de sollicitatiegesprek voor de sollicitant, maar eerder aan de kant van de werkgever. Hoe neem je een goed gesprek af? Hè? Hoe haal je daar het meeste uit, zodat ja. je een goede keuze kan maken? Dat is ja? Makkelijk. Ikzelf nee. ik heb als werkgever, of als leidinggevende voor een werkgever, heb ik toch wel honderdtal sollicitatiegesprekken. Ja, ik denk dat ik er toch al. ook wel wat gedaan ja. heb. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik was liever sollicitant dan werkgever. Ik vond uh, ja, ja, dit wel ja. liever. Ja. Hm. Omdat er toch wel wat, ja, wat techniek, zal ik het noemen, bij komt kijken om een echt goed gesprek af te nemen. Mm. En je moet daar ook misschien een bepaalde structuur in bouwen. En ja Dat was misschien dan niet mijn sterkste kant. Dat was te moeilijk. Was... Ja, ik, 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 daarvoor, ja, voor mij was dat niet evident. Ik mm. vond dat altijd een moeilijk pad om, om op te blijven. Ik. Ja, het... Ja. Ja, Hetgeen wat mij vooral bijblijft als gemene deler van die honderd uh, gesprekken, mm -hmm. dat is vaak een sollicitatiegesprek gaat je voeren als het nodig is. Dus als je echt iemand zoekt. En net zoals het voor een sollicitant aangenaam is, wat je daarnet zei, dat het niet per se moet, is het ook voor een werkgever aangenaam om gesprekken te voeren als het niet per se moet. Omdat je anders, als het echt moet, dan ben je geneigd om te snel te gaan beslissen. Klopt, dan sta je onder druk. Dan staat je onder druk. Dus wat jij eigenlijk zegt, is je zou constant in zo'n soort modus moeten zitten waar je regelmatig mensen ontmoet die interessant zouden kunnen zijn voor jouw organisatie. Voor sommige bedrijven is dat ook een bewuste strategie om net iets meer mensen in dienst te nemen dan ze eigenlijk nodig hebben. Om op die manier dat soort... Om een poelen altijd te hebben vol zitten met... Geen slechte... Met goede krachten. Geen slechte strategie. Ik heb dat altijd ervaren. Het, 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 het afnemen van sollicitatiegesprekken het gebeurt meestal in een periode dat, het, ja, dat je echt iemand nodig hebt. Dat okay. je echt iemand zoekt. Wat, op het moment ook dat je het zelf heel druk hebt. En, en ja, dat is dan. Dat kan dan soms ook een ballast zijn. Hè? Mm -hmm. En dan, dan, durf je alles te snel te beslissen, op korte termijn te beslissen. En dan kies je daarom niet de, de of neem je niet de, de tijd om een kandidaat te zoeken die ook op lange of op middellange termijn echt bij het bedrijf ja. en bij de job past. Dus het eerste advies eigenlijk wat jij hier meegeeft is van, ja. ja Ga ook eens op zoek of kijk rond in de markt. Doe wat window shopping. Ja. ja, ook op momenten dat je niet echt naar iemand op zoek bent. Ja, of, 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 of probeer toch die, die, die stressfactor uit te schakelen en probeer, dat toch, probeer mm -hmm. daar toch voldoende tijd voor te nemen. Ja. Want op korte termijn kun je misschien wel snel, snel een kandidaat zoeken die er ongeveer bij past bij de job. Maar als je verkeerd kiest, ja, dan ga je mensen verliezen. Dan, ja. dan, dan op dat lange termijn zet je meer tijd aan het Absoluut. Als, als Iedereen wijzen. verliest daarmee als je, als je foute wervingen doet. Hè? Maar ja, het gebeurt wel. Hè? Dus, als we dan zeggen hoe voer je een goed sollicitatiegesprek, dat begint dan al een stukje bij de voorbereiding. Ja, in een sollicitatiegesprek zitten drie fases: de voorbereiding, het gesprek zelf en, en, en de afwerking of de mm -hmm. afsluiting. Ja. En als we daar inderdaad stap voor stap doorgaan, de voorbereiding. Hoe, hoe pakte jij dat aan, Caroline? Zo'n Zo voorbereiding van een sollicitatiegesprek. <laughs> Oké, okay. ja, je hebt wel een beeld natuurlijk van. Wie je zoekt en vooral ook welke competenties je zoekt, wat je verwacht van die persoon, welke taken die gaat moeten invullen ja. enzovoort en enzovoort. En welk team die terechtkomt en, ja. en wat die daar Je moet er inderdaad hebben. wel een goed beeld over hebben, enerzijds, wat ja. de competenties, de technische skills ja, verwacht je die dat die persoon je kan, moet, he? moet, moet, moet hebben. Ook. In welk team dat hij terecht komt? Ja. Ook naar gedrag toe. Welke Absoluut. naast die technische skills, ook welke soft skills, welke gedragingen, welke discipline, welke. Ja, ja en ik denk, je hebt de SIS-situatie, dus je zoekt iemand om hier en nu iets in te vullen. Mm -hmm. Maar ik denk dat het ook interessant is om, om wat te denken van, en wat zou die persoon daarna nog kunnen bijbrengen aan de organisatie? Mm -hmm. Bijvoorbeeld, ja, waar willen wij naartoe groeien als organisatie? Wat zijn onze strategische doelstellingen voor binnen twee ja. jaar, drie jaar, vijf jaar? Ja, en is dat dan iemand die daarin zou kunnen passen? Mm -hmm. Kan die meegroeien, meedenken? Ja. Dat is natuurlijk al een stap verder. Dat is moeilijker om in te schatten. Maar mm -hmm. in je achterhoofd kan dat wel zeker een rol spelen om daar, om daar toch uh, in mee te denken. Ja. Ja. Maar het omgekeerde is voor mij ook waar. Ik ik, al ja, ik, ik heb ook sollicitaties meegemaakt waar dat er net iets te veel werd gekeken naar. Ah ja, binnen twee, drie jaar moet die persoon mm -hmm, klopt. in die richting evolueren, terwijl hier vandaag en nu zijn het die en die taken die uitgevoerd moeten worden. En ja, in eerste instantie, de eerste prioriteit ligt ligt bij die taken die hier en nu moeten uitgevoerd worden. Oké, hier is. Het doet ons een beetje denken aan het sollicitatiegesprek met onze kandidaat die we deze ochtend hebben gehad. Inderdaad. <laughs> <laughs> maar in ieder geval die voorbereiding, die dingen in kaart brengen. Cultuur komt er ook bij kijken. Ja. En dan Past die persoon binnen ja. de cultuur van het bedrijf. En... en inderdaad, en ook hier, dat is niets wat je alleen moet doen, die voorbereiding. Hier moet je eigenlijk eens een beetje op breder kijken. Ook met verschillende mensen gaan praten. van... Wat zoeken we precies? Ja. En je hoeft dat niet allemaal alleen te doen. Nee. Iets mensen Daar vragen. heb je een personeelsdienst vaak ook. Personeelsdienst voor, ja, voor maar het ja, kan al. ook dat je met collega's dus gaat ja. praten en, en ja, mensen die in het team zelf werken. En je kan heel veel mensen raadplegen in functie van wat je precies zoekt. Hè? Klopt. Dus die voorbereiding is wel een belangrijke. Ja, die is belangrijk. Enerzijds, voor, vooral over de functie zelf. Ja, gehad, ja van het sollicitatiegesprek heb je vaak ook al een kandidaat tegenover u zitten. Ja. En, en ook daar kun je voorbereiding doen. En, en, een kandidaat gaat meestal een motivatiebrief meesturen, gaat meestal een CV meesturen. Soms heb je ook informatie van een derde partij, een, huh? een interimkantoor of een selectiekantoor. Ja, alle info die je hebt, neem die op voorhand door. Ja. Dat, neem die door, maar ja, daar ben ik dan weer. Maar laat je niet beïnvloeden? Ja, beïnvloeden, tuurlijk. Je gaat je altijd laten beïnvloeden. Maar, maar laat je daardoor niet. Van de wijs brengen. Ja, ja, misschien ja. is dat woord Dat je daardoor gesloten wordt. Je leest een aantal dingen die je misschien niet aanstaan of juist ja. wel. Waardoor je al de rest een beetje niet meer gaat zien en dat je te veel ja. gaat focussen op. Op die paar dingen die jou triggeren, positief ja. of negatief, het kan beide kanten uit. Hè? Mm -hmm. Dus een openheid van geest bewaren. Maar het is het wel al goed om een, toch een inschatting of een gevoel te hebben voor jezelf: van wat voor persoon gaat hier tegenover ja. mij zitten? Wat is die zijn ervaring? Uh, ik weet heel concreet, toen ik leidinggevende was in een productiebedrijf, heb ik al gezegd dat ik in een productiebedrijf <laughs> gewerkt heb. Oh, oh. <laughs> en, ik, en ik een aantal operatoren moest aannemen, dat ik bijvoorbeeld ging opzoeken waar dan zij woonden en hoe ver dat al van het bedrijf was. Ja. Dat was wel belangrijk. Ja. En dan waren dan mensen bij die 100 kilometer van het bedrijf werkten, dat vond ik al... Dus daar confronteerde ik hen daar wel, wel mee, van hoe ja. gaat hier elke dag om zes uur morgens geraken, bijvoorbeeld. Er zijn we dan uh, ook weer zo'n mooie verschillende... Wat ik ging opzoeken, en waar ik vandaag nog ah, altijd ja. toe, is LinkedIn en Facebook. Ja, en dat, kijken, ja, okay. wat zijn bijvoorbeeld de gezamenlijke connecties? Ah ja. Ja, en er zijn er altijd. Het is heel zelden dat je iemand voor je hebt die niet ergens een gezamenlijke link heeft. En daar, daar, en zeker, ja, zowel Facebook als LinkedIn, dat ja. is even een ander beeld. Dat vond ik altijd wel. En dan kon je daarop. Ja. ja, daar kun je soms op surfen. Ook, dat is een golf om, om op mee in te pikken. En zo ja. Hoe kent jij die, of weet, Maar dat ja. ben ik dan. Hè, dat is het relationele stuk ja. dat, dat belangrijker is. Ja. Ja. oké. Okay. Dus tot zover die voorbereiding. Voorbereiding is dus de functie goed leren kennen of, of, of goed duidelijk. Jezelf maken en ook kijken, weten, min of meer weten, ongeveer weten wie dat is. Wie, wie heb je voor zit. je? Ja. 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 En dan kunnen we het gesprek ingaan. Mm -hmm. En het gesprek ingaan, ik denk de eerste jaren, toen ik solliciteerde, toen ik pas afgestudeerd was, was het gesprek ingaan, als toen ik zelf sollicitant was, was vooral het overlopen van mijn CV. Caroline. Ja. Die, die je dan ook niet dus of een, nodig niet. Dus een sollicitatiegesprek was tot dan toe voor mij vooral zo'n synoniem met het overlopen van het CV. Ja. ja. Maar er bestaan ook andere methodes. Ja, inderdaad. En een van de methodes is de STAR-methode. Ja, de STAR-methode. De STAR-methode. Start, start. Ik heb hoeveel jaar geleden nog de STAR-methode aangeleerd gekregen. Ja, vertel eens, kunt je, dat, kunt je dat kort toelichten? Kort toelichten. Maar het is een letterwoord, hè, zoals het. En uh, het is vooral een, een manier om eigenlijk in te schatten hoe de persoon omgaat met bepaalde heel. Concrete situaties. Mm -hmm. Dus, en je gaat eerder teruggrijpen naar het verleden dan dat je onmiddellijk al toekomstgericht gaat werken. Dus je gaat de persoon heel concrete vragen stellen. En de eerste letter van star staat voor situatie, de S van situatie. Mm -hmm. Dus dat je eigenlijk aan de persoon gaat vragen om een bepaalde situatie te beschrijven die hij al eerder heeft meegemaakt, waarin hij een bepaalde competentie aan de dag heeft gelegd, die ja. jij ook nodig hebt in de job zoals die zich aandient op dat moment. Dus je gaat bevragen naar een heel concrete situatie. Ja, dus bijvoorbeeld als je iemand hebt die komt solliciteren voor een leidinggevende functie, dan kun je de vraag stellen, ja, geef eens een, een voorbeeld van een conflict dat je op, de, op de, die het voorraad hebt, en ja. heb je dat aangepakt, ja. bijvoorbeeld. Ja, ja, inderdaad. Dus daar ja. kan je dan heel concreet... De tweede T staat dan voor... Taak. En wat was in, in die bepaalde situatie jouw taak? Ja, en aan, heb... een aan, een, aan een projectmanager kun je dan de vraag stellen, ja. oké, okay, welke rol had je in dat project en hoe heb je dat, heb je dat best opgepakt? Klopt, ja. En, zijn die welke dingen? Welke problemen kwam je tegen, hoe heb je die opgelost? Zo van die zaken. Van die zaken. En dat brengt jou dan ook bij de A. Wat heb je dan ook effectief gedaan? De A staat voor actie. Mm -hmm. Welke acties heb jij ondernomen? Ja. En wie heb je wat verteld, hoe heb je het opgepikt, whatever. Wat heb je dan effectief gedaan? Mm -hmm. De R staat voor resultaat. Welk resultaat heeft dat gehad? Wat heeft hè, jouw, jouw acties, wat hebben die opgeleverd? En de T staat voor terugkoppeling. Mm -hmm. Terugkoppeling betekent, wat heb je daar nu uit geleerd? Wat zou je de volgende keer anders gedaan hebben? Zodat dat er ook het reflectiemoment komt, ja. toekomstgericht onder de Ja, En je u je echt op, 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 op waar gebeurde Ja, je situaties. gaat vertrekken uit iets wat die kandidaat, dan hopelijk zelf mm -hmm. beleefd heeft. Ja. Nu, laat het werkelijk zijn als dat dan een kandidaat is die al wel wat ervaring heeft. Die heeft zijn verhaaltjes klaarzetten. Die, die heeft zijn verhaaltjes klaarzet. Misschien moeten we eens heel even teruggaan naar de voorbereiding van deze podcast, waarin dat jij mij toch vertelde dat je eigenlijk deze aflevering, ja, dat je, dat je zo wat koud watervrees had, want <laughs> je gelooft niet echt in, in die sollicitatiegesprekken. Ik in de. <laughs> Groot. Dan moet je toch even toelichten. Ja, je gelooft daar niet echt in, dat is een groot woord natuurlijk. Maar... Je vertrouwt ze niet. Ja, ik, ja iedereen. <laughs> ik bedoel, dat, zijn, dat is geen normale situatie. In die zin dat de kandidaat die daar zit, weet dat hij getest en geëvalueerd wordt. En hm. dus, als die beetje voorbereid is, ook weet welke de sociaal of de, ja, de wenselijke antwoorden zijn die hij of zij gaat geven. Hm. Hm? Dus ik, ik, dat, ik, ik ervaar dat altijd als een vrij geforceerde uh, een ja, situatie waarin ja. je niet echt, niet echt alles gaat ontdekken. Hm. Dus ik ben eerder, maar ja, in meerdere gesprekken, maar ik denk dat dat aan de meeste bedrijven vandaag al gebeurt. Je zit, je zit vrij sceptisch wat dit betreft. Op, want dit is een, inderdaad een momentopname. Het is een maar. momentopname. En, en wat je ook vaak ziet, is dus iemand die het goed kan uitleggen. Ja, die, die heeft de job, hebben wij wel de job, spreken ja. Terwijl, terwijl, terwijl de, st de, de stille, harde ja? uh, kracht... Die, die, nou, die, introverter die, is, of, ja. of die het minder gemakkelijk ja, uit zijn woorden komt, ja. of die daarom niet minder goed zou presteren, dat die gewoon minder aan bod komt. Dus ja, ik ben wel een voorstander van meerdere gesprekken en ook gesprekken weg te halen uit die heel formele context van de organisatie. En ik denk dat je dat meer en meer hoort vandaag ook, dat er bijvoorbeeld met mensen wordt eten gegaan, of andere activiteiten waarmee je ze letterlijk wegpakt uit die vergaderzaal, die een beetje kil en indrukwekkend kan zijn. Mm -hmm. Maar naar veel meer normale situaties. Waarin je mensen werkelijk ziet zichzelf worden. Mm -hmm. En dat is veel interessanter. En ik denk dat veel bedrijven dat vandaag al doen. Mm -hmm. Sollicitatieronden waar mensen dan een hele dag worden meegenomen. Ja, ook in, in, in bepaalde teambuildingactiviteiten, ja. spelactiviteiten, discussies en zo verder. enzovoort. En dan zie je mensen in veel meer verschillende. Ja. ja, situaties naar boven komen en dat geeft een totaalbeeld. Ja, en wat daar al een kleine stap in die richting kan zijn, wat ik zelf ook deed, was altijd een rondleiding organiseren. Ja. Dus een kandidaat die dan, misschien niet de eerste ronde, maar de tweede toch. ronde, die nam ik mee op de werkvloer en dan heb je ook andere gesprekken. Ja. En dan kun je ook de vraag stellen: van oké, okay, me eens wat je ziet of wat je zou veranderen of wat je is opgevallen. Of... En dan zit je toch in iets andere. Zetting dan gewoon op een, aan een tafeltje tegenover elkaar mm -hmm. in een Ja, in een een, een, en wat ik daarnet zei van gaan eten nu. Ja, maar ga elke gelegenheid, Caroline, die jij kunt aangrijpen om te gaan uiteten, liefst met alcohol, da, da. Oh, 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 oh. <laughs> dat is niet waar. Maar, wat het leuke is, als je aan tafel zit met iemand, dan gaan gesprekken automatisch over... Andere dingen gaan. Ja. En dan, is dat belangrijk? Ik vind van wel. Ja. Ik vind met iemand samenwerken, dat gaat over taken, maar dat gaat ook over mensen. En, mm -hmm. en hoe zit die persoon echt in elkaar? Wat, wat triggert die? Wat is belangrijk voor die persoon? Hoe zit die in het leven? Mm -hmm. wat zijn de, ja, hoe ziet zijn gezin eruit? Familie? Wat, wat gebeurt er buiten het werk? Ja, mm -hmm. dat is wat een mens maakt. En dat is ook wat hij meebrengt. Dat is de rugzak die hij elke dag meebrengt naar kantoor. Mm -hmm. En die speelt mee, die kan je niet wegnemen van iemand. Dus ik vind ja. dat je daar tijd voor moet maken om ook dat voor een stuk op zijn minst toch, toch op te kunnen pikken. Ja, en zeker ook om situaties te, te, te objectiveren. Ja. Om ervoor te zorgen dat dat sollicitatiegesprek niet alleen maar een. Je moet er in eerste plaats van bewust zijn dat een sollicitatiegesprek een momentopname is. Heel erg, ja. En een momentopname dat gekleurd kan zijn, inderdaad, als je je CV al doorneemt en je ziet er ergens. Ja. Een aantal dingen staan dat je dan zowel een positieve als een negatieve richting kan, ja, uitgaan. En kan ook, uitgaan. Momentopname, ja. beide kanten. De sollicitant zit mm. daar en heeft één kans. Maar jij als werkgever, ja, jij kan ook eens een slechte dag hebben dat je het allemaal pff, geen zin hebt ja. of, of boos bent of gefrustreerd over iets anders. En dat kleurt automatisch het gesprek dat jij met die persoon hebt. Dus, dus ja, ik heb daar uh, ik heb wel wat ervaring. Ik heb daar zo'n beetje mijn, uh, mijn ideeën over. Uw reserves. Voor. Mijn reserves over. Ja, ja ik zou daar veel meer opentrekken. Maar ik begrijp ook uh, dat dat niet in alle situaties en voor alle functies en jobs zo gemakkelijk mm -hmm. kan. Ja, we werken nu als Lean Leadership sinds een half jaar met, uh, met twee freelancers. Mm -hmm. Ik moet eerlijk zeggen, Caroline, ik, we hebben die sollicitatiegesprekken afgenomen. We hebben dat ook op restaurant gedaan. Hè. Om die, om die mensen wat beter te leren ja. kennen. En ja. En, en, en ja, dat is een, een zeer efficiënte manier om. Uh, ik vind van wel. Maar in een bedrijfscontext is dat natuurlijk moeilijker, dat kan ik me wel voorstellen. Maar naar de werkvloer gaan en daar in een iets andere setting ook meer korter bij het, mm. bij het dagelijkse werk. Ja, dat, 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 dat biedt ook mogelijkheden om het op die manier te doen. Ja. Klopt. Um, ja, ik vind persoonlijk ook wel een sollicitatiegesprek, ja, dat is toch wel een belangrijk moment. En dat is ook wel een moment om als leider ja, ten eerste de juiste kandidaat te zoeken, maar ook om een bepaalde indruk of een bepaalde ja, indruk te geven aan de werkvloer, ook. Zeker als het gaat over interne sollicitanten. Hè. Ja. Um, interne sollicitanten, we hebben nu een project of een traject lopen bij. Bij een klant, waar we de structuur aan het, aan, het, aan het veranderen zijn, aan het verbeteren zijn. En die structuurwijzing zorgt ervoor dat er vacatures bij komen en zelfs nieuwe functies gecreëerd zijn. En die klant is op dit moment bezig met sollicitatiegesprekken. En ja, daar komen heel wat interne kandidaten op af. Mm -hmm. En in dat verandertraject, ja. Is het ook belangrijk dat die leidinggevende dat moment ook neemt om die verandering en die nieuwe functie om die goed uit te leggen aan zijn interne kandidaten? En dan zie je dat sollicitatieproces, dat sollicitatieproces ook een belangrijke rol kan spelen in zo'n veranderd traject. Ja, dat kan ik me perfect inbeelden. Ja. ja Het is ook een, een kans dan om, om een beetje, laat ik het nu, marketing te doen van je eigen interne projecten die daar lopen. Ja, en, en ook en ook om die nieuwe functie dan af te toetsen met de mensen die dan elke dag in die omgeving werken ook. Mm -hmm. Dat is natuurlijk niet het primaire doel van een sollicitatiegesprek, maar, maar, maar op de tweede lijn zijn dan zeker dingen die meespelen. Wat, wat nog meespeelt voor mij, is wat ik vaak zie bij klanten, is dat sollicitatiegesprekken niet door de directe chef worden of de directe baas ja. worden worden afgenomen. Dat, dat, dat zien we al Ook he. wel een interessante het ja. hè? Dat, dat, dat vaak de hoogste in rang toch nog die sollicitatiegesprekken doet, terwijl de rechtstreekse um, baas of leidinggevende daar, daar dan geen gesprek niet mee heeft. Niet of weinig in betrokken worden. Ja, en dat, dat is, als ik dat observeer of als ik dat merk, tijdens gesprekken of het zelf zie, dan geef ik dat ook altijd als... Dan, dan, dan bevraag ik die situatie ook, want dat, dat toont toch wel iets, hè? Ja, je vraagt je af wat daar dan echt Vertrouw je die mensen niet? Denk je dat die de boodschap niet kunnen overbrengen? Of denk ja. je dat ze de boodschap niet begrijpen? Mm -hmm. wat, wat is het dat, dat ja. je daar absoluut zelf in handen wil houden? Want worden? het is wel belangrijk, vind ik zelf, dat die direct leidinggevende, dat die daar een belangrijke rol in speelt. Mm -hmm. in, in, in heel die selectieprocedure. Ja. Ja. Ook om die persoon te laten groeien. En dan zie je ook dat hier in, in dit aspect ook weer dat sollicitatiegesprek een heel belangrijk instrument is om die directe leidinggevende te laten groeien. Toen, mm -hmm. ik, toen ik pas afgestudeerd was en, 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 en mijn eerste sollicitatiegesprekken afnam, mijn eerste mensen ging recruteren, ja, ik had een senior leidinggevende langs mij zitten die samen met mij die gesprekken deed. Dus dat is ook een, een groeimoment hè, om je om leidinggevende te laten groeien en ook daar weer bepaalde inzichten en, 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 en zo te geven. Ja, ja, klopt. Mooi. Dus ja, zo'n sollicitatiegesprek, dat gaat toch wel... Er uh, komt wel veel om... bij kijken, hè? Ja, ik er gaat wel veel bij kijken. Misschien nog een andere tip, wat ik, wat ik op een bepaald moment ook deed, was, ik nam sollicitatiegesprekken af en ik liet dan die kandidaat ook bij een collega-manager, ik was dan productieverantwoordelijke, en ik liet dan uh, mijn collega van kwaliteit of mijn collega van de technische dienst, liet ik die, kandidaat, die goede kandidaat dan ook nog eens zien. Mm -hmm. Om dan ook weer met die persoon het te overleggen, en op die manier ja, ook die band tussen mij en mijn rechtstreekse collega's ook te laten uh, En dan zitten we nu eigenlijk al meteen... In het volgende stukje van het gesprek. Hè? De Allee, afsluiting. De afsluiting, ja. Ja, of ik. Ja. Nabespreking van: ja. oké, wie gaan we nu. Voor de wie gaan we fase. gaan? De derde ja. fase. Hè? Ja. Ja. Want dat is ook. Hè, stel dat je een kandidaat. voor meerdere mensen gezien is geweest. Uh, ja, hoe ga, je dan, hoe ga je dan. samen tot een beslissing komen? Door erover te discussiëren. Hmm. Ja, dus... En door vooral terug te grijpen naar je goede voorbereidingen. Van: ja. oké, okay, wat zijn hier de. de criteria. De criteria. Die, en wat zijn. Must haves en was in nice to have. <laughs> dat is ook wel, wel altijd een heel. Dat is wel klein. belangrijk om dat onderscheid goed ja, te maken. Ja. Wat is absoluut noodzakelijk en waar kunnen we niet zonder? En wat, okay, waar kunnen we nog over mm -hmm. discussiëren of dat nu al dan niet aanwezig moet zijn? Ja. Denk en ook daar zit je, als je verschillende mensen inschakelt in heel dat proces en die kandidaat verschillende gesprekken laat voeren met verschillende mensen, dan gaat je die, die momentopname, die gaat je ook afzwakken. Want hè, mensen gaan ja. verschillende inzichten hebben. Je gaat misschien ook verschillende momenten hebben ja. waarop dat die kandidaat zich heeft kunnen presenteren. Ja. Dus. Dat risico gaat op die manier verkleinen. verkleinen ja. Ja. En wat ik ook denk, dan, ja, dat is gewoon belangrijk. We hebben vaak de neiging, als ik weet, allez, we hebben een kandidaat, ik heb die gezien en ik weet dat jij die dag erna ziet, dat we dan heel snel willen nabespreken. Mm -hmm. Soms is het beter om daar eventjes een dag of twee, drie over te laten gaan. Ja. Dan daalt dat een beetje in. Het, het, en whatever die initiële eerste indruk was, die krijgt dan toch op zijn minst een beetje meer perspectief. Mm -hmm. Waardoor je. Objectiever gaat staan ten opzichte van wat je meegemaakt hebt tijdens dat gesprek. Klopt. Dus het is geen goed idee om ze onmiddellijk erna te doen. Laat er wat tijd over gaan. Dus een nachtje slapen of twee, dat kan nooit kwaad nee. om een duidelijker beeld te krijgen over wat er zich voordoet op dat moment. Heel goed. Caroline, we zijn rond voor deze aflevering. Ja, ik denk dat hier nog heel veel over te zeggen Ja, als er nog vragen of zo over zijn, ja. uh, of iemand er nog iets wilt, wilt aan toevoegen of zo. Laat, het ons zeker weten. Laat ons weten, stuur ons een ja. mailtje. Want ik moet toegeven. Stuur ons een motivatiebrief. Ik, ik, ik blijf dit een, een het is heel belangrijk. Ja, met... je blijft sceptisch. Hè? Maar, sceptisch, ik, ik, ja. Sceptisch is dat niet. ik zie ook wel in dat dat nodig is. Het is mm -hmm. meer. Ik vind iets heel complex. Mm -hmm. Dat vind ik wel. Het gaat over iets heel belangrijk en dat is heel complex om daar heel goed in, alleen om daar heel goed in te zijn. En het gaat over belangrijke keuzes in je ja. hele leven ja, en absoluut. ook voor het bedrijf zelf. Daarom, ja, het is iets waar je niet licht over mag gaan. Nee. Vandaar. Dat is goed. Dankjewel. Dag. Dag. Bedankt voor het luisteren. Het is onze missie om zoveel mogelijk mensen te laten kennismaken met slimme processen en sterk leiderschap. Daarom is jouw steun zo belangrijk voor ons. Wil je ons helpen meer mensen te bereiken? Abonneer je dan op onze podcast en laat de review achter op jouw favoriete platform. Tot binnenkort.